schlau gemacht habe über die Geschichte. Ein Fisch, der keine 40 cm groß war, als Jeroen ihn gekauft hat. Und mittlerweile, ich glaube, 88 cm erreicht hat und ein verdienter Jumbo-Champion geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Algerijn ben ik hier met Jeroen van Keulen. Dat is hier ja, drie grote prijzen. Ja. In Interkooi 2013, ja, dat is weer al een goede prestatie. Ja, dankjewel. Ja, dus, we zijn er super blij mee. We hebben hier Jumbo Champion A gewonnen met een Sanke van Sakai Visfarm. Die wij als Tosai van 37 centimeter hebben gekocht. Die is als Nisai naar ons toegekomen en die hebben we van Nisai tot wat er nu zwemt opgekweekt. We hebben de Mosunikoi. De Mosunikoi is afgelopen oktober gekocht. Daar zijn wij officieel de handling dealer voor. De vis is van Kooi Centrale Tiemann uit Duitsland. En wij hebben de Lethe Jong Champion met een Hoshikin Kohaku van 40 centimeter. Dat is al een hele pak natuurlijk, ja. Maar we kunnen ook herinneren de grote prijs in Japan natuurlijk. Ja, en afgelopen jaar Nagoka Koisho Grand Champion, wat voor ons heel speciaal was. Eerste keer voor een niet-Japanner om de Nagoka Koisho te winnen op eigen naam. En daarbij hadden we natuurlijk op de Nagoka Koisho ook nog de prijs voor de beste buitenlands ingeschreven vis. En dat was het tweede jaar op rij op de Nagoka Koisho. In ieder geval proficiat voor al die prijzen, want dat is abnormaal, laten we het zo zeggen. Ja, het is, we zijn heel blij mee. Een aantal prijzen waren gehoopt, maar het komt toch altijd als een verrassing dat het ook daadwerkelijk lukt. Ja, we werken er natuurlijk hard voor om te blijven waar we nu zijn langzaamaan te stijgen en hopelijk dat we hier een keer de Grand Champion kunnen pakken in de komende jaren. Ja, natuurlijk ja, de toekomst. Er is nog wat andere koisho's hier in de kort. U bent van plan van waar nog te gaan? We gaan nu nog naar Rijswijk, naar de All European Shinkokai. Daar zullen we wel een aantal vissen brengen. Een kleine hoop heb ik daar dat we misschien mee kunnen doen voor het beste mannelijke vis. Maar voor Grand Champion of andere grote prijzen doen we waarschijnlijk daar niet mee. En dan hebben we de Euregio Koisho. En op de Euregio Koisho zullen we twee 80-plus Gosanken gaan brengen. En hopelijk kunnen we daar weer mee gaan doen voor de twee grootste prijzen op die show. En Kohaku van vorig jaar, die daar Supreme Champion is geworden, die zal er dit jaar weer zijn. Is een flink stukje gegroeid, een flink stukje beter geworden. Dus we zullen zien. Oké, zo dus. We hebben nog kans van ons elkaar te kruisen in het een of andere koisho. We zullen elkaar sowieso zien op de koisho's. Maar of we weer een interview gaan hebben, moeten we afwachten. In ieder geval nog wat vissen ook in Japan die daar blijven? Ja, we hebben op dit moment de vis die afgelopen jaar op Nagoka Koisho de highest prize heeft gewonnen. Dus de beste buitenlandse inschrijving. Die zwemt op dit moment nog in Japan. Was als vierjarige afgelopen jaar 70 centimeter. Ik hoop 75, 76 centimeter nu. Een van de kandidaten voor Grand Champion Nagoka Koisho aankomend jaar moeten kunnen gaan zijn. Mede omdat afgelopen jaar al een aantal kwekers waren, van mening waren dat die vis eigenlijk Grand Champion had moeten worden met nog maar 70 centimeter. Jeroen, proficiat. En zeker weten, dank u voor al die inlichtingen. En ik wens u natuurlijk de best voor de toekomst. Ja, ook hartstikke bedankt. En we blijven ons best doen. En we gaan het zien. We gaan het meemaken.